Radio Oranje op 1500 meter en in de 49, 41, 31, 19 en 16 meter band. Goedemiddag, luisteraars in Nederland. In Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Luisteraars, dit is mijn afscheidswoord over Radio Oranje, waarvoor ik sinds 10 september verleden jaar de verantwoordelijkheid heb moeten dragen. In het begin van dit jaar, midden in de hongersnood, bereikte ons het jaarlijkse rapport uit Australië over de toestanden in Indonesië, gebaseerd op ooggetuigenverhalen van ontsnapten uit de hel der Japanse bezetting. Wij hebben u die rapporten indertijd onthouden. De toestand in Nederland zelf was te erg om u de volgende feiten mede te delen. Indonesië leidt honger. De Jappen nemen van 1/3 tot 3/4 der oogsten in beslag. Op Madura kost rijst 250 gulden per zak. De mensen sterven langs de wegen. Indonesië schreeuwt om verlossing. En die roepstem moet in Nederland worden gehoord en beantwoord. En dat niet overmorgen, maar dadelijk. Wie dit niet beseft, die tast de kern aan van het Koninkrijk der Nederlanden in 4 werelddelen. Gestreden moet er worden. Zolang de bloedzon over de evenaar schijnt, zijn en blijven wij in oorlog. 1945. De plicht om zich in den weg te plaatsen van den Japanse vredeversteurder heeft het in december 1941 na Pearl Harbor zonder aarzelen aanvaard. Ongevraagd, zwak bewapend, maar moreel gereed. Want het zijn feiten, uiterst belangrijke feiten, dat zowel onze vorstin als onze regering, als ons volk, alleen bereid zijn om Nederlands bloed te doen storten voor een zelfstandig Indonesië en niet tot herstel van een koloniale overheersing. Nederland gaat geen kolonie heroveren. Het trekt uit ter bevrijding van het miljoenenvolk der Indonesiërs dat het als deelgenoot in het koninkrijk van koningin Wilhelmina wil ontvangen. Ze heeft geen pijn gehad. Ze is weggeteerd, zoals zoveel. Toen ik wakker werd, was het al koud. Arme moeder. De buren hebben geholpen om me op een bakfiets te leggen. We hebben haar naar Zorgvliet geduwd. Ik wou dat ik hier was gebleven. Je had niets voor haar kunnen doen. Ik had bij jullie kunnen zijn. En dan? Bij elke maaltijd daar in Brabant moest ik aan jullie denken. Dat jullie hier niets meer te eten hadden. Het is goed dat je gegaan bent. Moeder was trots op je. Dat je niet stil zat, maar iets deed tegen die zwijnen. Het ging vanzelf. Het is goed om te vechten voor je vrijheid. Ja. Ik ben blij dat je terug bent. Je moet maar gauw beter worden. Ik heb gewacht tot je terug was om je te vertellen over moeder. Zul je het Els zeggen dat moeder gestorven is zonder pijn? Ja, vader. Voor we met verlof gingen zijn je moeder en ik huizenwezen kijken op Java. We wilden iets huren, ergens buiten. En daar oud worden en sterven. Zouden we nog één keer naar Holland gaan om afscheid te nemen. En toen brak de oorlog uit en konden we niet meer terug. Achteraf ben ik er blij om. Ze zeggen dat de Jappen alle Hollanders in kampen hebben gestopt, zoals de moffen met de Joden hebben gedaan. Je moeder zou het niet overleefd hebben. Wat zijn je plannen? Ik blijf hier tot u beter bent. En daarna? Ik ga naar huis, naar Indië. Zul je iedereen groeten van me?
gaan toch samen terug. En zeg tegen Els dat we al die jaren veel aan de gedacht hebben. Zou je dat zeggen? Ja, vader. Ik ben blij dat jij veilig bent. Els is taai. Ik weet zeker dat ze het redt. Als je hoort wat er in die kampen gebeurd is... Nee, de jappen zijn de moffen niet. Ik hou niet van Holland. Ik heb nooit van Holland gehouden. Je moeder ook niet. Daarom zijn we naar Indië gegaan. We hadden daar willen sterven. Het is vreselijk om dood te gaan in een land waar je niet van houdt. Hier is Free Indonesia. Hier is Indonesia calling. Merdeka, een hoorspel van Mark Lohman. Regie Marlies Cordia. Mevrouw Rust, kan ik iets voor u doen? Maar Sarina. Ah, oh, Njonja René, ja? Ja, oudje. Ik herken die helemaal niet. Ben ik dan zo veranderd? Mijn ogen worden zo oud. Ik ben zo blij je te zien. Zo groot geworden. Je moet naar een man zoeken. Ach, Sarina. Maar toen, wij praten er later over. Hè. Wat zal Njonja Els opkijken? Ik zal haar roepen, ja? Sidin? Hij is de nieuwe huisjongen. Toe, zo leuk. En wat is er met Mohammed gebeurd? Mohammed? Pah! Gooi een kan rozen stropen in Njonja, ja? Ik ga Njonja Els roepen, ja? Niet weggaan, hoor. Natuurlijk niet. Njonja, vlug! Wat is er, hoofdje? Kom kijken wie hier is. Zie dan. Kom kijken, vlug! Dag. Nee. Els. Oh, nee. Oh, laat me naar je kijken. Ben ik veranderd? Nee. Ja, ja, je bent volwassen geworden. Ja, jij ook. Oh, 8 jaar. Ja. Zusje. De overeenkomst van Lingard Jatti is fel bekritiseerd. De kritiek, die ieder in dit vrije land natuurlijk het recht heeft uit te oefenen, is echter dikwijls helaas ontaard in een verwringing van de betekenis en een verdacht maken van de bedoelingen dergenen die hiertoe hebben medegewerkt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de uitkomst aan de werkelijke bedoelingen zal beantwoorden. Getracht is de grondslag te leggen voor een duurzaam samengaan van een westers volk dat eeuwenlang als overheersend ras leiding gaf en een oosters ras dat tot zelfstandigheid is ontwaakt. Oorlog en revolutie hebben een ontwikkeling verhaast die thans met meer leed gepaard gaat dan nodig zou zijn geweest als ze zich in rustiger tijden had voltrokken, maar die op zichzelf onvermijdelijk was. 8 jaar. Je hing over de reling en zwaaide met een sjaal. En opeens liet je de sjaal los. Ik schrok van de scheepstoeter. Vader probeerde hem nog te pakken. Ja. Hoe is hij gestorven? Vredig. Dat heb ik je toch geschreven. Misschien wilde hij me sparen. Hij heeft geen pijn gehad. Moeder ook niet. Wat moest ik je van hem zeggen? Ze hebben veel aan je gedacht. Vannacht. Met kamp. Vlak voor de bevrijding. Ik werd wakker. Kind huilde. Daar huilde altijd wel iemand. De moeder stond op. Ze nam het kind in haar armen. En wiegde het in slaap. Ik moest opeens aan vroeger denken. Dat deed ik anders nooit. Had je geen tijd voor om aan vroeger te denken.
Weet je nog hoe moeder slaapliedjes voor ons zong? Ja. Ik wist opeens dat ik ze nooit terug zou zien. Dat vader en moeder dood zouden zijn als ik uit het kamp zou komen. Dat wist ik zeker zeer dat ik uit het kamp zou komen. Was het heel erg? In het kamp? Dat is voorbij. Ja. Wacht tot Hans je ziet. Hij moet zo thuiskomen. Ben je gelukkig met hem? Ja. Gek dat je zo opeens getrouwd bent. We wilden eerst wachten tot na de oorlog. Tot jullie terug zouden zijn uit Holland. Maar toen het steeds zekerder werd dat de Jappen zouden komen... Hans zei, misschien overleven we het niet. En hij wilde graag dat ik voor die tijd zijn vrouw zou zijn. In alles zijn vrouw. Je begrijpt wat ik bedoel. Heel banaal eigenlijk. Ik vind het wel romantisch. Hij werd opgeroepen de dag na ons trouwen. 1 nacht, meer niet. Dat kan genoeg zijn. Ja. Dat is genoeg. Te veel zelfs. Zie je, ik heb al die jaren op hem gewacht. En dat zou ik ook gedaan hebben als we niet waren getrouwd. Maar dan zou het anders zijn geweest. Dan had ik die pijn niet gekend. Niet dat verlangen. Dan had ik niet 's nachts wakker hoeven liggen met de herinnering aan zijn lichaam. Je bent net hier en ik vertel je allemaal verdrietige dingen. Dat geeft. Nee, het is niet goed. Ik wil alleen maar vrolijk zijn omdat jij terug bent. Sarina? Sarina? Ja? Wil je kokkie zeggen dat we een extra eter hebben? Oh, dat weet ze al, Nonja. Ben je niet blij dat René terug is, oudje? Ja, het is goed. Alleen zo erg, ja, dat de Toan en de Nonja niet meer zullen komen. Ik moest de groeten doen van vader. Dat zei hij vlak voor die stierf. Groet, Sarina. Hij wenste je alle goeds. Dat weet ik. De Toan is in mijn gedachten. ...24 uur geleden is aan de Nederlandse strijdkrachten in Indië het bevel gegeven om over te gaan tot het daadwerkelijk scheppen van de voorwaarden voor recht en veiligheid. De Nederlandse regering heeft bij monden van de minister-president doen aankondigen dat de landvoogd gemachtigd werd de hem ter beschikking staande strijdmacht tot politioneel optreden aan te wenden om datgene te verwezenlijken waartoe de republiek zelf onmachtig bleek. Ik weet dat velen van u vrijwillig naar Indië zijn gegaan om een grote Nederlandse plicht te vervullen. Om recht en veiligheid te brengen aan de volkeren in Indië. Ik ben ervan overtuigd dat u door saamhorigheid en plichtsbetrachting de taak welke thans op uw schouders is gelegd tot een goed einde zult brengen. Tot heil van de volkeren van Indië en Nederland. Ik wens allen die u in Nederland dierbaar zijn dat zij met rust en vertrouwen deze spannende tijden zullen gaan en van u de beste berichten zullen krijgen. U, Nederlandse soldaten, mijn beste wensen vergezellen u. Houdt u taai. Ik heb geen enkel verlangen naar Holland. Echt niet? Nee, het is er zo benepen. En de mensen zijn er zo laf. Ze hebben geen durf. Jawel, hier hebben we land ontgonnen, plantages aangelegd. Dat was de februari-staking. Oh ja, er was verzet, maar te weinig. Zoveel mensen die niets deden. Weet je dat er stapels anonieme brieven zijn gevonden? Die en die verbergt Joden. Hmm. Ik haat de Hollandse mentaliteit. Waarom ben jij in verzet gegaan? We kregen jongens in het ziekenhuis die zichzelf ziek hadden gemaakt om niet in Duitsland te hoeven werken. Ze konden niet eeuwig ziek blijven. Voor ik het wist, bracht ik onderduikers weg. Ik ben erin gerold. Voor hetzelfde geld had ik de hele oorlog thuis gezeten. Wisten vader en moeder ervan? Nou, ze vermoeden het. Ze waren er trots op. Hun dochter die vocht voor de vrijheid. Weet je, soms ben ik blij dat ze dood zijn. Dat ze dit hier niet mee hoeven te maken. Ze zouden voor de republiek zijn geweest. Ben jij voor de republiek? Ik ben voor de onafhankelijkheid, maar de manier waarop. Toen de oorlog afgelopen was, moesten we in de kampen blijven.
Dat is de enige veilige plek voor blanke vrouwen. Dat was de bevrijding voor ons. Opgesloten zitten in het kamp bewaakt door de Jappen. Niemand is hier voor Sukarno en zijn communistenkliek. Weet je, Mohammed, onze oude huisjongen, heeft zich bij de Republikeinen aangesloten. Alle Hollanders weg. Waarom? Heeft het toch altijd goed bij ons gehad? Maar hij had geen eigen land. Ons Indië moet voor hem niet zijn Indië zijn geweest. Ik begrijp de Republikeinen wel. Het zijn verraders. Ze liepen met de Jappen mee. Alsof die ze onafhankelijkheid zouden hebben gegeven. Ze wisten niet beter dan dat overheersers blank waren. Het lijkt wel of je ze goed praat. Dat komt misschien omdat ik in Holland... Kijk, als je zelf in het verzet tegen een onderdrukker hebt gezeten... dan wil je ieder ander die zich verzet begrijpen. Maar we hebben ze niet onderdrukt. We wilden helpen. Je moet beter weten. Voel jij je Indonesisch? Ik ben hier geboren. Ik ben hier opgegroeid. Jij? Ik weet het niet. Ik hou van dit land, van de natuur, de mensen, de manier van leven. Als er van komt, als we moeten kiezen waar we bij willen horen, wat zou jij dan doen? Zover is het nog niet. Maar ik wil hier blijven. Niet meer terug naar Holland. Nooit meer terug naar Holland. Gedurende enige jaren heeft de Nederlandse regering bij voortduring getracht tot een overeenkomst te geraken, waarbij de Republiek een integraal deel zou worden van de te vormen soevereine Verenigde Staten van Indonesië. Onlangs is ook in de grondwet vastgesteld dat volgens deze beginselen zal worden gehandeld. Het is echter telkens weer onmogelijk gebleken met de Republiek tot werkelijke uitvoering der gesloten overeenkomst te komen. Hierbij moet er in het bijzonder op worden gewezen dat het aantal bestandsschendingen voortdurend stijgende is. Onder deze omstandigheden acht de Nederlandse regering het niet mogelijk zich opnieuw te begeven in besprekingen die, naar de ervaring geleerd heeft, zonder uitzicht moeten worden geacht. Zij kan niet werkloos toezien bij het voortduren van de verwarring, de bedreigingen en de gewelddadigheden. Zij kan zich niet verplicht achten, waar de regering der Republiek in feite geen maatregelen neemt tegen de bestandsschendingen, harerzijds het bestand te handhaven en verder te gedogen dat van republikeins gebied uit de acties in andere gebieden worden geleid. Ik wil niks bijzonders doen. Gewoon met elkaar eten. We zien genoeg mensen op het bal. Prima idee. Ik hou niet van kerstdiners. Je hebt de afgelopen week anders wel 4 keer verteld hoe het vroeger bij jullie thuis toeging. Dat was anders. Bij kerst wordt een snorrende kachel en een wandeling in de bijtende kou. Mm. Dit is geen land voor kerstmis. Wij vierden het vroeger ook nooit. Wel Sinterklaas, maar nooit kerst. Weet je nog wat Omroep van Eyck dan voor Sinterklaas speelde? Dat was een collega van vader, weet je. Hadden jullie in die uithoek dan een Sinterklaas-kostuum? Ja, dat had moeder gemaakt. Ja, en hij droeg een baard van witte watten. En die wilde niet plakken, zodat hij het hele feest achter zijn hand zat te mompelen. En moest die baard vasthouden met zijn hand, zie je? Ja. Hij verstond nooit wat hij zei. Leeft hij nog? Hij woont in Holland, met tante Toet. Zullen we ze een kerstkaart sturen? Ja, dat is leuk. Mijn moeder maakte altijd fazant met kerstfeest. Gevuld met kastanjes. Dat is nou de 5e keer, Hans. Spijt me als ik jullie verveel. Nee hoor, wel nee, lieve zwager. Je verveelt ons helemaal niet. Misschien zitten we volgend jaar met z'n allen in Holland onder de boom. Hoe kom je daar nou bij? Merdeka, merdeka. Dat zal zo vlug niet gaan. Sneller dan je denkt. Nog een paar maanden misschien, dan wordt de driekleur voor het laatst gestreken. En dan kan het gouvernement terug naar Holland. Dan ben ik overbodig. Als het een paar maanden was, zouden ze nu niet al die moeite doen. Misschien is het dan een jaar of 2.
Het hangt ervan af hoe vaak we hier oorlog willen voeren. We voeren hier helemaal geen oorlog. Het is een korte campagne om Sukarno te dwingen zich aan de overeenkomsten te dat houden. Dat is propaganda. Je moet beter weten. Toen de moffen de oorlog begonnen te verliezen, bleven de goede berichten maar komen. Ze zouden de oorlog winnen. En er waren nog zoveel mensen die dat geloofden. Nou ja, de kracht van propaganda. Ja. Ik heb mezelf toen voorgenomen om er nooit in te tuinen. Om mijn eigen mening te houden. Me niet te laten beïnvloeden door wat anderen willen dat ik geloof. Het is zo moeilijk. Soms zou ik willen dat het hier nog oorlog was. Dat mag je niet zeggen. Waarom niet? Dat is schandelijk. Nou, ik denk niet dat hij bedoelt dat hij graag weer naar Birma toe wil. Of wel, zwagertje? Nee. Maar het leven was duidelijk. Wij waren goed, de Jappen waren slecht. En nu we bevrijd zijn, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer of ik als Hollander hier in Indië goed of slecht ben. En kunnen we het ergens anders over hebben? Ik word hier verdrietig van. Natuurlijk, vrouwtje. Wat jij, René? Ik vind het best. Zal ik nog een keer thee schenken? Ja, graag. Ja, lekker. Ik hou van die nachtgeluiden in dit land. Ja. Zeg, vinden jullie het erg als ik iemand uitnodig voor het eten op kerstdag? Wie? Hij heet Ruud van Wijk. Ken ik die? Nee, ik heb hem ontmoet in het ziekenhuis. Collega of patiënt? Blindedarmoperatie. En toen heb jij hem liefderijk verzorgd. Nou, daar zijn verpleegsters voor. Maar waarom met kerst? Hij kent hier nog niemand. Hij is net uit Holland gekomen. Hij is erg aardig. Wat komt hij hier doen? Hij gaat over een paar weken naar een onderneming op Sumatra. Oh, een planten. Je zusje heeft een vette vis aan de haak geslagen. Hans? Niet plagen, Hans. Zie je hem graag? Ja. En hij jou? Ik hoop het. Dan moet hij maar komen. Vind je niet? Natuurlijk. Fijn. Het is me een behoefte een groet te brengen aan allen die vandaag op kerstmis in zorg zijn om iemand die ze lief hebben. En om samen aan hen te denken, die in dat verre goede land aan het strijden zijn. Onze jongens hebben hier de opdracht onze beloften in te helpen lossen, die we aan alle inwoners van Indonesië deden bij monden van hun moeder op 6 december 43 en op 3 februari van dit jaar. Zij willen de vrijheid brengen, in de vierledige vorm van de vrijheid van het geloof en van het woord, de vrijheid van vrees, en van gebrek. Ik wens u en hen toch een werkelijk kerstfeest. 1949. Wat heb je dan tegen modern dansen? Niets. Ik heb alleen maar een voorkeur voor een ouderwetse wals. Lekker zwaaien en zwieren. Goedenacht, Sarina. Slapen ze al? Ja, de toan was moe. Oh, dan laat ik je maar. Wil je niet nog iets drinken? Zou je zuster en haar man daar geen bezwaar tegen hebben? Ach, toch niet zo ouderwets. Nou ja, ik dacht, dat lees je toch altijd over Indië? Dat de mensen er zo strikt zijn? Nou, wij niet. Zal ik Sidin roepen, Njonja? Nee, ik schenk zelf wel in. Ga maar lekker slapen. Welterusten, Njonja. Tuan. Welterusten, Sarina. Slaap lekker, oudje. Whisky? Graag. Proost. Proost. Wat een heerlijke avond. En over een paar dagen zit je helemaal alleen op Sumatra. Zul je schrijven? Ja, lange, saaie brieven over het ziekenhuis. Jouw brieven zijn vast niet saai. Nee, als je midden in het oerwoud zit, is geen enkele brief saai. Zie je het tegenop? Nee, niet echt. Nou, het zal hard werken worden. Maar dat moest ik in Holland ook. En hier heb ik meer vrijheid. Dat is ook de reden dat ik hierheen gekomen ben. In Holland, op het kantoor waar ik werkte. Ik stikte er zo wat. Elke dag dezelfde gezichten. Dezelfde gesprekken. Hetzelfde werk. Zo grauw, zo burgerlijk. Geordend, dat is niks voor mij. En daarom ga je in de rubber werken. Elke dag dezelfde gezichten, dezelfde gesprekken, hetzelfde werk. En één keer in de zoveel weken naar de stad, naar de club. Ja, toch is het anders. Hier krijg ik meteen toezicht over een afdeling. Verantwoordelijkheid.
En meer vrijheid. Geen chef die me de hele dag op de vingers kijkt. Nee, ik heb het gevoel dat ik hier iets nuttigs kan doen. Koelies opvoeden. Samenwerken. Hun kennis, mijn kennis bij elkaar leggen. Je bent een lieve idealist. Wil je met me trouwen? Ruud. Het spijt me. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik dacht dat... Nee, laat maar. Ik weet niet wat ik dacht. Nou, ik schrik niet. Je overvalt me ermee. Wil je? Ja. Zeker is het nieuwe begin niet zonder moeilijkheden. Niet zonder gevaren. Niet zonder kans op mislukking. Maar ook de oude periode is niet ingezet zonder inspanning, zonder strijd, zonder hachelijke situaties en zonder verliezen. Moed en volharding sierden hen die de grondslag legden van die tijd. Indien zij ons thans ontbreken, moeten wij niet over het afscheid van het verleden klagen, maar over onszelf jammeren. Daarom moet men de rondetafelconferentie niet zien als het sluitstuk van een voorbije periode alleen, maar vooral ook als de aanvang van een nieuw tijdperk, waarin Nederland een nieuwe, grote rol in het wereldbestel kan vervullen. Indien het bereid is het verleden te vergeten en zich van zijn nieuwe roeping bewust te worden. Auw. Soeda, je denkt te veel. Als jij denkt en ik masseer, doet het pijn, ja? Ja, Sarina. Niet denken. Veel denken niet goed voor een jonge vrouw. Daar word je oud van. Pas als je getrouwd bent, mag je denken. Dan is het niet meer erg om oud te worden. Nonja René werkt te hard in het hospitaal, ja? Oh, zeg maar met weinig, ik moet wel. Blanke vrouwen kunnen niet hard werken. Ze zijn geschapen om Nonja Bazaar te worden. Om een vrouw te worden. Ik kan best hard werken. Ja, maar alleen zolang de oude Sarina 's avonds de Nonja masseert, ja? Ja, ik weet niet wat ik zonder jou moest. Oh. Er zijn in dit land veel oude vrouwen die masseren. Maar geen van hen doet het zo goed als jij. Er komt onafhankelijkheid. Dat zeiden ze voor de radio. Ik heb het gehoord. Ben je er blij mee, oudje? Ah. Voor de oorlog was het goed. Waarom veranderen? De Blanda's zijn altijd goed voor mij geweest. En ook komen de communisten en sturen de Blanda's weg. Wel nee, we worden niet weggestuurd. Waarom zouden we anders Indonesië mogen worden? We kunnen de Warga Negara Indonesië krijgen. De Indonesische nationaliteit. Niet doen. Niet goed voor blanken. Ik wil het graag. En Ruud ook. We houden van dit land, oudje. Dit is ons land. Nonja Els gaat naar Holland. Ja. Heel pinter, ja. Dit land is niet meer goed voor de Belanda's. Straks zijn er alleen nog maar Indonesiërs. Pietje. Kokkie heeft Mohammed gezien op de passer. Onze Mohammed? Onze oude huisjongen? Ja. Vertel, hoe is het met hem? Goed. Ja, het is geen antwoord. Waar werkt hij nu? Hij is bij de Serikat Buruh, de vakbond. Zo? Hij is boos op Kokkie. Omdat Kokkie nog altijd hier is, dat is niet goed, zegt hij. Hij zegt dat alle blanken weg moeten. Nou, dat gaat wel over. Als het gouvernement eenmaal weg is, dan komt het wel goed. We moeten leren met elkaar te leven. Het gaat niet over. Mohammed haat de Blanda's. Alles slijt. Maar het duurt lang. Heel lang. Landgenoten. Ik zou graag met u samen even een ogenblik van bezinning hebben bij het komende kerstfeest. Want verleden jaar was er oorlog en dit jaar vrede voor ons in Indonesië.
mogen de vrede voor Indonesië bestendig zijn. Dat is ons aller wens voor ons jong broederland. De dag na Kerstmis zal een zeer bijzondere voor ons zijn. Want dan zal een eeuwenoude band van een ander edeler maaksel worden dan tevoren. Weet je zeker dat je je jurken niet mee wilt nemen? Ja, wat moet ik er nou mee in Holland? Ja, het kan er best warm zijn in de zomer. Die ene dag per jaar. Goed, ik neem één jurk mee. Het is een lange bootreis naar Holland. Nou, dan doe ik die en die erbij. Zo goed? Ja. Ik zal het huis missen. In de tuin. Jullie vinden vast in Holland een leuk villaatje. Voorlopig wordt het de logeerkamer bij Hans' ouders. Apeldoorn. Ik ben nog nooit in Apeldoorn geweest. Oh, uit wat Hans erover verteld, ik begrijp dat het heel saai is in Apeldoorn. Als je eenmaal een baan heeft, dan kunnen jullie op jezelf. Ja, nou ja. In elk geval beter dan Nieuw-Guinea. Nou, dat lijkt me ook niks. Ze hebben Hans gisteren weer gevraagd of ze zich niet wil bedenken. Jezus, wat moet je in godsnaam op Nieuw-Guinea doen? Peniskokers bewonderen? Ah, jongen, voor die paar jaar. We weten allemaal dat Sukarno niet zal rusten voordat hij Nieuw-Guinea heeft. En ik wil niet nog eens een keer de boel moeten opdoeken. Eén onafhankelijkheidsfeest is genoeg voor mij. Ik zal je missen. Ik jou ook. Over een paar maanden sta ik rozen te begieten. En kom, hoe heette die plant ook alweer? Grootmoeder had ze in de tuin. Hortensia? Ja, hortensia. Zo'n kwijnende, verregende hortensia. Ik zal het missen hier. Jullie kunnen blijven. Nee. Ik kan Ruud schrijven. Die kan Hans vast aan een baan helpen. Het is over. Wat moeten we hier nog? Jullie zijn hier geboren. Dat geeft ons nog geen recht om hier te zijn. Dit is ook jullie land. Weet je, ik voel me soms net een koekoeksjongen in een mussennest. Ik ben hier geboren, maar ik hoor hier niet echt thuis. Dan liever in Holland. Het is beter om je vreemd te voelen in een vreemd land. En als we hier blijven, wie weet voor hoe lang dat zou zijn. Tot onze dood. Ik geloof er niet meer in. Je kent toch de leus van de Republiek, eenheid in verscheidenheid? Oh, ik dacht dat je niet meer in propaganda geloofde. Het is geen propaganda, het is een wens. Ooit zal dit een land zijn met één volk. Ja, vast. Maar ik denk niet dat Hollanders er deel van zullen uitmaken. Mijn avondjurk. Waar is mijn avondjurk nou? Je hebt hem toch niet gepakt? Nee, Sarina heeft hem al weggehangen. Ik was al bang dat we al die koffers weer open zouden moeten maken. Hey. Fijn dat je Sarina meeneemt naar Sumatra. Dat is toch logisch? Ik zal hem missen. Zij jou ook? Ja. Ik heb haar moeten beloven dat ze mijn haar mag opmaken voor de feesten morgenavond. Gek. Morgen bestaat Nederlands-Indië niet meer. Nee. Morgen bestaat het niet meer. Dr. W. Drees, minister-president, minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. En Dr. Anders Mohamed Hatta, minister-president, minister van Buitenlandse Zaken ad interim van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Leider van de delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht. In plechtige bijeenkomst Amsterdam op 27 december 1949. Krachtig heeft de koningin haar handtekening gezet. En dit is het ogenblik waarop Indonesië een soevereine staat is geworden. Majesteit, het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Deze documenten vertegenwoordigen een resultaat dat in beide landen langs democratische weg tot stand is gekomen. Beide landen voelen zich sterk en veerkrachtig genoeg om een nieuw begin te maken in een samengaan van Oost en West.
ogen zijn zo oud. Zwaaien ze nog? Ik zie ze niet meer. Zullen we maar naar huis gaan? Ja, het is niet goed voor een blanke vrouw om alleen over straat te gaan. Nou, dat zal wel meevallen. Mohammed? Njonja René. Sarina. Gefeliciteerd. Waarmee? Met onafhankelijkheid natuurlijk. Dank u. Heb je ook iemand uitgezwaaid? Ja, ik heb de Hollanders uitgezwaaid. Ik wilde zeker zijn dat ze allemaal weggingen. Maar ik zie dat u gebleven bent. Ja, ik heb de Warka Negara aangevraagd. Waarom? Omdat dit mijn land is. Waarom spreekt u dan Hollands? Waarom spreekt u geen Bahasa Indonesië? Het spijt me. Je hebt gelijk. Kom, Nonja. We moeten naar huis, ja? Ja. Tot ziens, Mohammed. Nonja. Indonesië merdeka! Indonesië merdeka! Het gevaar is niet denkbeeldig dat de werkloosheid, welke bij onze zuidelijke buren, de Belgen, reeds een beangstigende omvang begint aan te nemen, zich ook in Nederland zal voortzetten. Dit probleem zal des te moeilijker worden indien onze uit Indonesië repatriërende militairen zich ook op de arbeidsmarkt aanmelden. Indonesië zal in de toekomst waarschijnlijk niet meer dezelfde mankracht van ons vragen welke wij in het verleden aan de tropen hebben geleverd. Wij dienen de bakens daarom te verzetten. Toen wij in het verleden, aan het einde van de 16e eeuw, bij de reis naar Indië om de Kaap obstakels op de zeeweg ontmoetten, waren het Nederlanders die de weg om de Noord zochten. Ondernemende mannen, welke een natie levert als zij in de levenskrachtige periode van de jeugd verkeert. En Nederland is, godezijdank, ook nu, in 1950, nog een levenskrachtige natie. Een volk vol pit en vol durf. Wat doe je nou hier? Heb je de baan? Nee, ze zocht iemand met werkervaring. Niet iemand die in de tropen heeft liggen luieren. Zeiden ze dat? Nee, niet letterlijk. Ze zeggen het allemaal niet zo letterlijk, maar ze bedoelen het wel zo. Oh, je vindt wel iets. Ja, misschien kan ik wel een baantje krijgen als jongste bediende of als postloper. Waarom zit je niet beneden? Het is hier ijskoud. Ik heb een extra trui aangetrokken. Oh, heb jij woorden met moeder gehad? Ze doet altijd net of ik een klein kind ben. Of ik dom ben. Dat neerbuigende de hele tijd. Ik kan er niet meer tegen. Ik wil hier weg. Ik wil een eigen huis. Kom nou maar, wat is er nou gebeurd? Ik hield met het schillen van de aardappels. En toen nam ze me het mes uit handen, want ik deed het niet goed. Veel te dik, zo zonde, want alles is al zo duur. Ik voelde me zo vernederd. Ik ben toch geen maagd uit de polder, Hans? Nee. Ik heb een huishouden bestuurd met 3 bedienden. Ik heb diners gegeven voor 30 mensen. Ik ben toch niet dom? Nee, natuurlijk ben je niet dom. Nou, vertel het je moeder dan. Moeder zou het niet begrijpen. Ze zou het zich niet voor kunnen stellen. Nee, daar is het er bekrompen en te burgerlijk voor. Dat mag je niet zeggen. Nee. Maar ik voel me zo... Ik wou dat we in Indië waren gebleven. Ja. Maar we hebben gekozen. Weet je, ik voel me soms net Tante Floor uit Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Daar zitten wij nou weer in Holland in die beroerde pension. Met die weer gooi ik het niet uit. Het komt wel weer goed, El. Denk je heus? Ja. Ik moet vanmiddag met Pak Corso vak 4 inspecteren. Niet aan werk denken. Je moet je ontspannen. Er is de siesta voor.
Ben je gelukkig? Ja. Is niet te eenzaam voor je? Nee. En als straks de baby er is, krijg ik het druk genoeg. Ik hou van de stilte. Vanmorgen kwam Rietie Evers langs en ze praatte maar en praatte maar. Ik was zo blij toen ze weg was. Het was zo stil opeens, zo vredig. Ik vind de geluiden hier soms benauwend. Echt? Ja, maar misschien went het wel. Vast. Had Rietie nog nieuws? Nee. Veel goede raadgevingen. Wat ik allemaal moet doen als de baby er is. Ja, aardig van. Ja. Maar het is toch wel gezellig dat ze zo dichtbij woont. Alleen, ze is zo koloniaals. Koloniaals? Ja, het liefst ging ze morgen terug naar Holland om een huisje te kopen in Rijswijk. En ze kijkt zo neer op de arbeiders. Mm. Parcours ook kwam met ze ophalen vanmorgen. En toen hij weg was, gevriet hij me bijna een standje. Dat ik veel te vriendelijk was. Dat ik niet genoeg de vrouw van de toehang was. En ze vindt ook dat ik veel te familiair met Serena omga. Jan is ook niet echt geliefd bij het werkvolk. Mm. Als ik mooi schreeuw, begrijp ik waarom de nationalisten de onafhankelijkheid willen. Je moet slapen. Ja. Ben jij gelukkig? Ja. Ik ben heel gelukkig met jou. Heb je spijt van dat je hier naartoe gekomen bent? Nee. Het is zwaarder dan ik me voorstelde. Mm-hmm. Ik werk hier harder dan een honden. Maar ik heb er geen spijt van. Oh. Wat is er? Oh. Wat is er? Oh, moet je voelen. De baby schopt. Ah, ja. Oh, lief, hè? Ja. 1951. Nationaal bezien acht ik het voor ons land als een taak van de eerste orde om zo spoedig mogelijk tot een klare verhouding te komen met Indonesië. De Antillen en Suriname. Een ander probleem dat om oplossing vraagt is, naar mijn mening, de overbevolking van ons land. Een goed geleide immigratie naar gebieden waar de immigrant ook in de toekomst voor Nederland nog zijn waarde behoudt, maar ook naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Indonesië. Wat ben je stil? Ik ben moe. Ga dan liggen. Dat is goed zo. Is er iets gebeurd? Is er nog thee? Ja. Ze is zo lief met Paaltje. Ja. Zo goed. Ik ben zo blij dat we haar mee naar hier hebben genomen. Mm-hmm. Ruud, wat is er? Jan laat Moedin de laatste weken de loon uitbetalen. Mm. Bak Corso suggereerde dat Jan iets heeft met de vrouw van Moedin. En dat hij Moedin op die manier afkoopt. Oh, arme Rietie. Het lijkt me niets voor Jan. Nou, de vrouw van Moedin is aantrekkelijk. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Bak Corso zegt dat sinds Moedin de loon uitbetaalt, de tappers minder krijgen. En weet Jan daarvan? Bak Corso denkt van niet. Nou, dan moet hij de vakbond inschakelen. Ja, Pak Sukinem is voorzitter. Ja, en? Hij is de oom van Moedin, hij zal niks doen. Het is dus precies zoals Jan altijd zegt, geef de bruintjes macht en er komt rotzooi van. Je moet met heiligers gaan praten. Ja, dan komt er een onderzoek en dan is het resultaat dat geen van de tappers iets durft te zeggen. Moedin is machtig, Pak Sukinem is machtig. Ja, kan het districtshoofd niets doen? Maar Corso zegt dat Moedin hem geld geeft. Ik weet niet wat ik doen moet. Ga met Jan praten. Wat moet ik hem zeggen? Dat de man van zijn minnares fraudeert? Dat hoef je toch niet zo te zeggen? Nee, als het allemaal waar is, dan zal hij niks doen om Moedin te vriend te houden. En als het niet waar is, dan zal hij triomfantelijk zeggen, zie je wel, ik zei je toch dat die bruintjes niet te vertrouwen zijn. Ja, wil je het dan zo laten? Nee, nee, ik moet iets doen. Zal ik Mohammed schrijven? Mohammed? Ja, onze oude huisjongen, die is nu bij de vakbond. Misschien dat hij raad weet als ik hem de situatie uitleg. Hij moet weten hoe je met corruptie omgaat. Ja, goed. Maar hou Jan er buiten, hè. Er zijn genoeg lui die zoiets zouden aangrijpen om de haat tegen de blanken aan te wakken. En daar hebben ze reden toe, vind je niet? Ja, ja. Daar heb ik al die jaren voor gestudeerd. Tropenlandbouw, het mocht wat. Je weet er toch veel van? Ik weet er alles van. Ik kan theoretisch in mijn eentje de plantage leiden als het moet, zonder dat de opbrengst zou dalen. Maar dan moet iedereen doen wat ik geleerd heb. Dan moeten de arbeiders en de opzichters zich als machines gedragen, niet als mensen.
Mensen werken niet volgens het boekje. Met mensen werken hebben ze me niet geleerd. Je bent te streng voor jezelf. De tappers waarderen je. Ze hebben respect voor je. Denk je? Sarina zegt het. En die hoort veel. De mensen hier waarderen je. Jan niet. Jou wel. Anders zou Pakorso je niet verteld hebben over Moedin. Ik kan ze niet helpen. Het komt wel goed. 1952. Ah, ik ruik nasi. Hi. Hi. Ben je laat? Ja, de tram kwam niet. Heb je dat zelf gemaakt? Nee, komt uit de toko. Mm, lekker. Ik had sudderlapjes willen maken, dat recept van je moeder. Uh-huh. Lukte niet. Ik moest 2 uur sudderen, toen was alles verbrand. Je moeder heeft gelijk, ik word nooit een goede huisvrouw. Je moet de moed niet opgeven. Hoe was het op kantoor? Oh, gewoon. Meneer de Vries zei dat hij heel tevreden over me was. De onderdirecteur. Oh? Ja. Hij zei dat hij erover dacht om me meer verantwoordelijkheid te geven. Hoe ik daarover dacht, of ik dat aan zou kunnen. Natuurlijk kun je dat aan. Je bent toch controleur op Borneo geweest? Ja, dat heb ik ook gezegd. Hij heeft vriendelijk geknikt en gezegd dat het toean uithangen in Indië niet hetzelfde was als verantwoordelijkheid dragen. Tropenjaren tellen dubbel, maar niet hier in Holland. Ja, waar het om gaat is dat hij je waardeert. Ja, dat weet ik wel. Maar ik heb het gevoel alsof ik al die jaren in Indië niet bestaan heb. 1953. Kom op! René! Goed zo! Oh! Hier word ik te oud voor. Je speelt fantastisch, beter dan ik. Dat is omdat je te weinig doet. Oh, ik ben uitgedroogd. Oh. Boy, 3 limonade. Je flirt helemaal op, René. Gerda, vind je niet dat René opflirt? Nou en of. Je moest vaker naar de stad komen, kindje. Het is niet goed om altijd maar in je huis te zitten. Ik laat Paltje niet graag alleen. Je hebt toch een baboe om op hem te passen? Ruud heeft niet graag dat ik weg ben als hij tussen de middag thuis komt. Ja, hij heeft makkelijk praten. Hij heeft zijn werk. Ik zeg ook niet dat je het elke dag moet doen. Oh, dat is Jane Livingston. Lacht dat mens toch ongegeneerd? Nou, wat wil je, Amerikanen? Ze is best aardig. Ja, ze zijn allemaal best aardig, maar ze hebben geen beschaving. Maar wat wil je? Ze komen uit een jonge cultuur. Oh. En er komen er steeds meer. Jan zei het laatst nog. Het lijkt wel of de maatschappij geen Hollanders meer aanneemt. Misschien kunnen ze geen personeel meer vinden. Onzin. Ze willen ons gewoon niet meer. Als mijn man me nu zou voorstellen om hierheen te gaan, zou ik niet enthousiast zijn met al die processen tegen Hollanders in Jakarta. Vind je leven hier niet meer zeker? Het zijn de communisten die erachter zitten. Showprocessen zijn het. Hebben ze van de Russen afgekeken. Nou, ik zou blij zijn als mijn man met pensioen gaat en we naar Holland terug kunnen. Nou, het zal zo'n vaart niet lopen. Ze veroordelen een paar mensen en wijzen ze vervolgens uit naar Nederland om de bevolking tevreden te stellen. Denk je? Ze kunnen hun relatie met Nederland niet in gevaar brengen. Nou, hoe dan ook, ik ben blij dat ik niet in Jakarta woon. Als er iets gebeurt, dan gebeurt het daar. Al dat soort dingen gebeurt altijd op Java. Niet hier op Sumatra. Behalve natuurlijk dat je oorlog. Zeg, hebben jullie trouwens al gehoord dat wij een golfbaan krijgen? Nee. Om het voor de Amerikanen aantrekkelijker te maken. Mm. Ideetje van Jane Livingston, die vindt het niet te warm om te tennissen. Nou, daar heeft ze geen ongelijk in. Dat betekent dat ik weer andere sportkleding moet laten komen. Mm. Wat moet je aan bij golf? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Het zal vast wel weer iets duurs zijn. Dat zal Jan niet leuk vinden. Voor uw comité, meneer de voorzitter, is de schone en belangrijke taak weggelegd stimulerend in deze richting op te treden. Ik weet dat u reeds geruime tijd bezig bent om de aandacht van het gehele Nederlandse volk op zijn taak ten aanzien van de gerepatrieerden te wijzen en belangstelling voor de gerepatrieerden te wekken. De regering volgt uw werk met zeer grote aandacht en zij is gaarne bereid om, waar zij kan, uw activiteiten te steunen. Gij hebt het nauwste contact met de gerepatrieerde gezinnen. Gij kunt van mens tot mens met hen spreken en trachten in dit menselijk contact tot een oplossing van de moeilijkheden en zwarigheden te komen. De vertrouwensband tussen u en de gerepatrieerden vindt zijn grond in gezamenlijke geloofsovertuiging en levensopvatting en vaak ook in de gezamenlijke ervaring in de tropen opgedaan. Maar ben je stil vanavond? Ja. Ja. Is er iets gebeurd?
Ik heb koffie gedronken bij mevrouw Willemsen beneden. Ruzie gehad? Nee. Ze had het over de oorlog. Over hoe moeilijk de hongerwinter was geweest. En toen zei ik dat we het in Indië ook zwaar gehad hadden. Nou, in elk geval hebben jullie het nooit koud gehad, zei ze. Ik probeerde te vertellen over de kinderen die stierven van de honger en... Ze zei dat het nooit zo erg geweest kon zijn als hier in Holland met de jodenvervolging en zo. En dat de kampen in Indië bedoeld waren om de blanken te beschermen. Dat is onwetendheid. En het kon in Indië nooit zo erg geweest zijn, want de Jappen hadden geen gaskamers voor ons gebouwd. Ja, en we hadden naar Australië kunnen vluchten toen de oorlog uitbrak. Ik ken die verhalen. Het is hoe dan ook onze eigen schuld. Want wat komt ervan als je naar de tropen gaat om een kwartje te willen worden? Je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het enige wat de meeste Nederlanders van Indië weten... Dat zijn bioscoopjournaalopnames van rijstverbouwende Javanen en welvarend ogende planters die hun tantiemes verzuipen op een club. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze het niet beter weten. Ze kunnen luisteren en dat willen ze niet. Ze willen niet weten hoe het ander is vergaan in de oorlog. Zij hebben het slechter gehad dan wie dan ook en daarmee uit. Nou, dat komt nog wel. Als hun eigen herinnering gesleten is, dan zullen ze naar ons luisteren. En wanneer zal dat zijn? Over 10 jaar, 20 jaar? Ik weet het niet. Ooit. Wat geeft het nou? Wij weten dat het gebeurd is. En wij hebben elkaar. Daar gaat het om. Ik kan niet goed koken, ik kan niet goed afstoffen... en ik kan niet over hun oorlog meepraten. Ik voel me vreemd hier. Het gaat wel weer over. Je moet de moed niet opgeven. En ik begrijp het ook niet, al die drukte om niks. Mevrouw Willemsen heeft me uitgebreid uitgelegd... hoe ik de lakens witter kan krijgen. En dan denk ik, waarom? Niemand komt toch ooit in onze slaapkamer kijken? Vind jij dat ik een slechte huisvrouw ben? Nee. En als je als mevrouw Willemsen wordt, dan verlaat ik je... Dat zou ik niet tegen kunnen. Ik ben blij dat je bij me bent. Ik ook. 1954. Waarom zou Sukarno de Unie op willen zeggen? Omdat hij helemaal los wil van Nederland. Maar dat is niet logisch. Natuurlijk wel. Hij wil onafhankelijkheid. Totale onafhankelijkheid. Het is toch vanaf het begin duidelijk geweest dat de Unie een tussenfase was. Sukarno heeft nooit een gemene bestverband met Nederland gewild. Er moet hier nog zoveel gebeuren. Daar hebben we de hulp van Holland bij nodig. Niet per se van Nederland. Er zijn genoeg andere landen die hulp aan Indonesië als zeer winstgevend zien. Amerika. Desnoods Rusland. Ik vind het wel een goed idee om de banden met Nederland helemaal door te snijden. Er zijn te veel mensen die denken dat de Unie niet meer dan een nieuw jasje om de oude verhouding is. Die Nederland nog als het moederland zien. Laat het maar duidelijk worden dat dat voorgoed voorbij is. Pacorso, goedenavond. Dabé, Tuan. Dabé, Nonya. Is er iets gebeurd? Er is niets gebeurd, maar morgen gebeurt het. Wat? Staking. Iedereen? Iedereen. Maar waarom? De uitbetalingen. Eindelijk. Maar waarom nu pas? Er is een man gekomen die machtiger is dan Moedin. Machtiger dan Pak Sukinem. Morgen is er een vergadering van de vakbond. En dan wordt Pak Sukinem afgezet. Gaat de Tuan Besar nu waarschuwen? Nee. Het is goed als de staking komt. Wilt u een sigaret? Terima kasih, Tuan. Het is goed als de Nyonya met het kind naar de stad gaat. Nou, denk je dat het zo'n vaart zal lopen? Niemand zal de Nyonya iets doen. Nou dan. Maar Tuan Evers is niet geliefd. Dank u voor de waarschuwing. Ik zal met Nyonya Evers mee naar de stad gaan. Rieti en ik zouden morgen toch gaan golven. Nyonya is wijs. Ik had gehoopt dat ik geen staking mee hoefde te maken. Ja. We moeten naar het districtshoofd gaan en er de politie op afsturen. Gewoon de ergste raddraaiers laten arresteren. Dat werkte vroeger ook altijd. Dan was het in één keer afgelopen. Ik denk dat het verstandiger is om eerst te horen waarom ze staken, Evers. Van Wijk? Wat ik ervan begrepen heb, willen ze niet meer dat Moedin de salarissen uitbetaalt. Waarom niet? Hij houdt geld achter. Hoeveel? Op hun salaris is elke rupia te veel. Ja, maar Moedin betaalt al jaren de salarissen uit en ik heb nog nooit eerder klachten gehad. Het komt door die onrust ook van Java, die heeft ze opgehitst. Van Wijk? Ik denk dat Jan in zekere zin gelijk heeft. Het is een communist!
kun je geen goeds van verwachten. In zekere zin? Ik bedoel dat de arbeiders vroeger niet wisten wat ze tegen Moedin moesten doen. Ik denk zelfs dat de meesten niet eens wisten dat ze wat tegen hem konden doen. En die man zou ze geleerd hebben hoe ze zich moeten verzetten? Zoiets. Goed, dan moet iemand naar hem toe gaan om met hem te praten. Niks praten! Direct naar het districtshoofd gaan en hem laten arresteren. Evers, de tijden zijn veranderd. Van Wijk, jij schijnt de mensen hier het beste te begrijpen. Wil jij die onderhandelingen voeren? Zojuist heb ik de slotvergadering geleid van de Nederlandse en Indonesische delegaties, die sedert 29 juni overleg hebben gepleegd over de herziening van de Nederlands-Indonesische betrekking. In deze vergadering zijn de resultaten van dat overleg, namelijk een protocol en daarbij behorende briefwisseling, ondertekend. Het is u bekend dat de besprekingen zijn begonnen op verzoek van de Indonesische regering, nadat reeds in 1952 ambtelijk vooroverleg had plaatsgehad. Indonesië heeft de wens te kennen gegeven de unieverhouding tussen onze landen te vervangen door normale internationale betrekkingen. In Indonesië meent men dat de Unie de ontwikkeling van goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië eerder hindert dan bevordert. De Nederlandse regering heeft zich op het standpunt gesteld dat het handhaven van een formele band tussen twee landen, welke geen reële inhoud meer heeft en die door een van beide partijen zelfs als hinderlijk wordt gevoeld, weinig waarde heeft. Hoewel de Nederlandse regering altijd is blijven volhouden dat er van de Unie iets goeds te maken zou zijn geweest, heeft zij zich niet willen verzetten tegen de Indonesische wens tot een herziening van de betrekking. Hans? Hans? Hans, doe nou. Hans, het is over, je bent wakker. Ze duwde John met zijn hoofd in de latrine. Sst, het is over. Het is over. Kom maar. Het doet zo'n pijn. Ik weet het, ik weet het. Het gaat niet over. Het gaat nooit over. Het zal slijten. Stil maar, jongen. Nou, concentreren, René. Kom op, meid. Oh. Ik leer het nooit. Natuurlijk wel. Je moet je hoofd erbij houden. Sorry, het wil niet vandaag. Ga me niet vertellen dat je je zorgen maakt om die malle staking. Oh, ik ben er ook niet gerust op. Wat kan er nou gebeuren? Wim hoeft die lui alleen maar streng toe te spreken en met de politie te dreigen. Desnoods laat hij er een paar arresteren. Dan is het zo afgelopen. Zo makkelijk gaat het niet. Niet meer in elk geval. Ach, wel nee. Als je nou kijkt naar hoe stakingen in Europa verlopen... Maar dit is niet Europa. Sociale onrust is sociale onrust. Weet je waar het ook komt? Door de onafhankelijkheid. Vroeger wisten de arbeiders waar ze aan toe waren. En nu hebben ze opeens onafhankelijkheid. En dan denken ze dat het allemaal anders moet. Maar hoe anders, dat weten ze niet. En daar worden ze onrustig van. Heus, Wim hoeft alleen maar te vertellen hoe ze zich hebben te gedragen. En dan zijn ze weer tevreden. Ik denk dat die vakbondsman van Java ze dat al verteld heeft. Heb jullie hem al gezien? Ja. Nee. En? Nou, knappe man wel. Nog jong. En de ernst staat op zijn gezicht gebakken. Ik ben blij dat we hier zijn. Nou, wat kunnen ze hier nou doen? Denk je echt dat het volk de hand durft op te heffen tegen ons? Ja. Onzin. Ze hebben veel te veel ontzag voor blanken. Meneer Soeprapto. Ja. Ik kom namens meneer Heiligers. Ruud van Wijk. Mohammed Soeprapto. Wat zijn de eisen van de stakers? Waarom vraagt u hen dat zelf niet? Ik heb begrepen dat u tot hun leider bent gekozen. Ik wil onderhandelen. Goed. En onder ons gezegd... Ik zal mijn best doen om uw eisen gehonoreerd te krijgen, zolang ze redelijk zijn natuurlijk. Ze zijn redelijk. Mooi. Ik neem aan dat u wilt dat Moedin ontslagen wordt? Laten we zeggen van zijn verantwoordelijkheden ontheven wordt. Goed. En wie moet dan volgens u de salarissen uitbetalen? De mensen willen dat u dat doet. Goed. En verder? De stakingsdag wordt uitbetaald. Verder? Alle kortingen op de salaris die door Moedin zijn veroorzaakt worden aangevuld. Oeh, dat wordt moeilijker. Maar ik zal mijn best doen. Verder?
Is dat niet voldoende voor een eerste staking? Als u in de toekomst nou eerst naar ons toe komt met klachten en wensen voor u een staking uitroept. Ik zal u weten te vinden. Ja, mooi. En nu? En nu? Wat doen we nu? Dit is mijn eerste staking, weet u. Ja. Nu gaat u terug naar kantoor en overlegt met meneer Heiligers. Daarna komt u weer hierheen. Ah, juist, ja. Oh, dat is eigenlijk heel simpel, niet? Ik heb altijd gedacht dat stakingen moeizaam verliepen. Alleen als de bazen niet willen luisteren. Goed. Tot ziens, dan. Ja. Meneer Van Wijk. Ja? Ik weet niet of ik in de gelegenheid zal zijn. Wilt u Njonja René groeten voor mij? En bedanken voor haar brief in de tijd? Ja, natuurlijk, ja. Maar u heeft er lang over gedaan voor u hem kwam beantwoorden. Ik kon niet eerder weg van Java. Er is zoveel te doen. Ja. Het is goed dat u gekomen bent. Ik zal de boodschap aan René overbrengen. Ze willen dat Moedin niet meer uitbetaalt. Dat lijkt me gezien de omstandigheden redelijk. Zit er eindelijk een van hun mensen op een verantwoordelijke plaats, dan willen ze hem weg hebben. En verder? Ze willen dat de stakingsdag wordt doorbetaald. Waarom zouden we? Ze zitten de hele dag op een luie reet. Moeten we daar nog voor betalen ook? Ik kan dat wel regelen met het hoofdkantoor. Verder? Ze willen dat het geld dat Moedin heeft achtergehouden alsnog wordt uitbetaald. Dat wordt moeilijker. Ja, dat heb ik hem ook gezegd. Jullie overwegen dat toch niet serieus, hè? Het idee alleen al. Ze mogen blij zijn dat ze hier mogen werken. Blij zijn? Ze werken alle dagen in de brandende zon voor een hongerloontje. Hoe zou blij zijn? Als wij nu toegeven, dan willen ze morgen weer iets anders. En overmorgen weer iets. En volgende weet ik wat weer iets. Voor we het weten, eisen zij het bestuur van de onderneming op. En als we niet toegeven, dan blijven ze staken. Heb je al uitgerekend hoeveel dat gaat kosten? Als ik hier de leiding had, dan zou ik het districtshoofd inschakelen en de politie erop afsturen. Ja, en aangezien ik hier de leiding heb, heb ik contact opgenomen met het districtshoofd. En die heeft vriendelijk en beleefd gemeld dat hij pas zal ingrijpen als ze de boel hier platbranden. Het zijn allemaal communisten! Nee, het zijn mensen die eindelijk begrepen hebben dat onafhankelijkheid meer inhoudt dan het instuderen van een ander volkslied. Ach wat! En als je het niet begrijpt of accepteren kunt, dan doe je er verstandig aan om naar Holland terug te gaan. Ja. Van Wijk, zeg tegen die meneer Suprapto dat ik de eisen na overleg met het hoofdkantoor zal inwilligen. Desnoods betaal ik het tekort uit eigen zak. Als die mensen morgen maar wel aan het werk zijn. Goed, meneer. Mohammed. Njonja René. Gewoon René. Waarom? De tijden zijn veranderd, de verhoudingen zijn veranderd. Ik zeg Mohammed, dan zeg jij gewoon René. Ik kan u niet tutoyeren. Waarom niet? De tijden zijn misschien veranderd, maar de verhoudingen niet. Of niet volledig. Het ligt niet aan u, het ligt aan mij. De wereld verandert soms sneller dan de mensen die erin leven. U was een Njonja Blanda en voor mij bent u dat nog steeds. Ik voel me niet zo. Nee. De mensen hier, zij waarderen u zeer. Voor hen bent u de Njonja van Toan van Wijk, die één van hen is. Een blanke Njonja met wie zij verwantschap voelen. Maar die anders is omdat zij uit een andere cultuur geboren is. Ik kwam voor uw man. Hij is er niet. Hij komt zo thuis om te eten. Wil je mee eten? Ik wil graag dat je met ons mee eet. Goed. En dan moet je me alles vertellen over je werk in Jakarta, over de vakbond. En wat we kunnen doen om jullie te helpen. Het is aan de arbeiders om hun eigen lot te verbeteren. Het is niet goed als dat van bovenaf gebeurt. Dan verandert er niets. Misschien. En uw man doet veel. Hij luistert naar de mensen. De tuin. Hij lijkt op die van uw ouders. Vroeger. Een koloniale tuin. Nee, de tuin van Njonja Evers is koloniaal. Deze is er een van het land. Ik zou zo'n tuin kunnen hebben. De mensen hier hebben gelijk. U bent een van hen. Een van hen, maar toch niet. Als ik in Holland woonde, zou ik ook een vreemde blijven. Hoezeer ik de Hollandse levenswijze ook overnam. Ik zou er altijd een kleurling zijn. En hier ben ik het. Ja. Ik wil niet anders zijn. U kunt niet anders zijn. U bent blank. Een kind van onze onderdrukkers. Wil je nog steeds dat alle blanken weggaan, zoals 5 jaar geleden? Ja. Zoals de arbeiders zelf hun lot moeten leren verbeteren. Zo moet mijn volk het zelf leren. Zonder hulp van buitenaf. Maar het is anders dan vroeger. Ik haat de blanken niet meer. Niet meer als groep. Wat bedoel je? Ik zie de blanken nu als mensen. Als individuen.
Mensen als Toan Evers en zijn vrouw. Ik haat hen. Maar niet meer omdat zij blanda's of blank zijn. Ik haat hen zoals ik Moedin haat. Ik bestrijd hen zoals ik Moedin bestrijd. Waar zij voor staan, heeft niets te maken met het ras waartoe zij behoren. Helaas niet. En dat is het moeilijkste van de Merdeka. De slechte, domme mensen hebben hun huidskleur verloren. Ze zijn niet alleen meer blank. Na de bevrijding in Holland, ik ontmoette een Joodse man. Hij sprak over communisten. Het was net of ik een rede van Goebbels hoorde. En hij was er zich niet van bewust. En ik dacht, voor zo iemand heb ik mijn leven gewaagd. Om hem te redden zijn er misschien verzetsmensen gestorven. Er leven helaas altijd te weinig mensen die anderen de ruimte willen geven om hun leven op hun manier te leven. Misschien. Hé, daar heb je Ruud. Ik moet Kokkie waarschuwen dat je blijft eten. Ga zitten. Ik zal even een kan stroop laten. Ik hoorde je niet binnenkomen. Heb je een nostalgische bui? Ja. Een brief van René gehad. Hoe weet je dat? Je draait die plaat alleen maar als je een brief van René hebt gehad. Ja. Wat is er? Gaat het goed met haar? Sarina is dood. Oh. Ze is op de matje gaan liggen en 2 dagen later is gestorven. René schreef dat het de ouderdom was. Ze moet wel tegen de 100 geweest zijn. Waarom denk je dat? Nou, dat oude rimpelige gezichtje. Dat was van zware leven. Voor ze bij mijn ouders kwam, werkte ze in de Cultures. Ze was niet zo oud. Jonger dan vader en moeder, zover ik weet. Ergens in de 60. René zegt dat ze alle kaarten die ik stuurde bewaarde en af en toe doorkeek. Hij moest René vertellen wat ik erop geschreven had. Oh, de ziel. Ben je er erg verdrietig van? Ik voel me verloren. Sarina was de laatste band met vroeger. De hele middag moet ik steeds maar denken, Indië is voorbij. Indië is voorbij. De wereld van mijn jeugd is verdwenen. Merdeka is goed voor de Indonesiërs, maar niet voor mij. Ze heeft mijn laatste tastbare verleden vernietigd. En mijn herinneringen. Ik zag vanmiddag Sarina voor me. Vroeger, toen ik klein was. Ik hoorde er weer praten. Ik herkende de woorden, maar ik verstond ze niet meer. Ik ben mijn Maleis aan het vergeten. Zodra, dat is jammer, maar niets aan te doen, ja. Kom, dan gaan we in de stad rijsttafelen. Ah, het is veel te duur. Oeh, wat in Hollands nou weer. Ik wil over vroeger praten. Dat doen we bijna nooit, herinneringen ophalen. Daarom vergeten we. En we mogen dat niet vergeten, niet vandaag. Vandaag, nu Sarina dood is. Goed dan. 1956. Our position is clear. It depends on the Netherlands themselves. And what we will give, it depends now to the attitude of the Dutch. René. Kijk niet zo verveeld. Maar Gerda, ik verveel me. Daar moet je niet zo mee te koop lopen. Er wordt al genoeg geroddeld hier. Straks vertellen ze overal dat je huwelijk is ontspoord. Ze doen maar. En voordat je het weet, word je in liefdesaffaire toegedicht. Nou, het idee staat me niet tegen. Ja, het is zwaar te pakken, kind. Ja, er is hier ook niets te doen. Elke dag hetzelfde, zwemmen, tennissen, golven, britsen, roddelen en cocktails drinken. Verveelt het jou niet? Ja, ik kom hier niet elke dag. Misschien moet je wat meer thuis blijven. Wat moet ik thuis doen? De boy maakt het huis schoon, de baboe zorgt voor Paaltje en Kokkie voor het eten. Wat moet ik er doen? Tafelkleedjes haken voor de bazaar? Ach, probeer nog maar te genieten van dit leven. Zo lang zal het niet meer duren. Denk je? Hoogstens nog een paar jaar. Misschien een paar maanden nog. Ja, dat zeiden ze ook in 49. Nou, er moet een eind aan komen.
niet meer nodig zijn, is het afgelopen. Maar we zijn hier nodig. Zonder ons stort het land in elkaar. Ach, zeg, nou praat je net als Riti Evers. We zijn helemaal niet nodig. Niet meer. Ach, nee, kijk om je heen. Vroeger was hier bijna iedereen Hollands. En nu? Een derde is Amerikaan en een derde is Indonesië. Mm-hmm. De onderneming is langzamerhand overgenomen door anderen. Iedere blanke die vertrekt wordt vervangen door een Indonesiër. En dat is goed. Ja, dat is heel goed. Zij kunnen de zaak net zo besturen als wij. Misschien nog wel beter. Nou dan. Dat maakt ons overbodig. De Hollanders zijn nou eindelijk wat ze in de jaren voor de oorlog probeerden te zijn. Ontwikkelingswerkers. Ja? Ja. Dat betekent dat wij een project helpen opzetten en daarna weer vertrekken. Maar waarom nog maar een jaar of twee? Ach, kind, volg het nieuws. Sukarno stuurt het aan op een breuk met de Hollanders. Ach, wel nee. Natuurlijk wel. Dat doet hij al sinds 45. Oh, als ze in Den Haag zo raar doen over Nieuw-Guinea, krijgt hij eindelijk zijn kans. Nou, hoe dan ook, ik verveel me. En het vooruitzicht dat ik me nog 2 jaar moet vervelen, wint me niet op. Nee. Misschien kun je een schriftelijke cursus gaan volgen. Ja, leuk. Bloemschikken. Jij wilt je ook vervelen. Ach, het is ook een beetje dat alles hier zo koloniaal is. Ik had gehoopt dat er iets zou veranderen. Nou, we hebben er een golfbaan bij gekregen. Weet je wat ik niet begrijp? Nou. Dat het Indonesische personeel onze levensstijl heeft overgenomen. Dat verfoeide kolonialen. Ik had gedacht dat ze veel, veel revolutionairder zouden zijn. Dat ze de zaken zouden veranderen. Maar er zijn nog steeds Tuans en Koelies. Ja. Ja, Wim zegt altijd dat het enige wat verandert als er een machtswisseling plaatsvindt, de groep is die de macht uitoefent. Nou, het is te warm om daarover na te denken. Ja, pas jij maar op dat je niet verbrandt. Ik heb nog een baantje. Dan ga ik naar huis. Ja, ik ook. Wim houdt er niet van als ik niet ben als hij thuis komt. Nee, dat doet ook wel. Kun je nagaan. Ik wilde met Wim naar Indië. Omdat ik dacht dat de vrouwen hier zelfstandiger waren dan in Holland. Ik zou hier voor de Nederlandse pers willen herhalen hetgeen ik in New York eergisteren en gisteren heb gezegd aan de Nederlandse pers al daar en aan de Amerikaanse pers, dat Nederland versterkt uit dit debat is gekomen. En wanneer ik dan constateer met u dat de Nederlandse decolonisatiepolitiek voor wat betreft Nieuw-Guinea en de Nederlandse plannen tot het bona fide doen uitoefenen van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoeas, de absolute meerderheid van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties hebben gevonden. En wanneer ik daarnaast constateer dat het beeld, of zoals dat in Amerika dikwijls wordt gezegd, die image van een land, de laatste 3 maanden voor wat betreft Nederland radicaal gewijzigd is en wel ten gunste van Nederland gewijzigd is, dan spreek ik hier weer uit de redenen die ik ook in Amerika heb uitgesproken, namelijk dat Nederland bepaaldelijk versterkt uit dit debat is gekomen en dat wij met vertrouwen de verdere ontwikkelingen tegemoet kunnen zien. 1957. Hier is Jakarta. Velen van u zullen misschien wel geschrokken zijn van de berichten in de Nederlandse pers over de zogenaamde Irian-acties in Indonesië. Ofschoon ik de ernst van deze excessen zeker niet onderschatten wil, geloof ik toch, luisteraars, dat de recente gebeurtenissen in Indonesië, ik bedoel nu dus de acties tegen Nederlanders en Nederlandse bedrijven, dat die gebeurtenissen in Nederland wat buiten hun proporties zijn getreden. Natuurlijk, er is royaal met verf geklapt op de bezittingen van Nederlanders, op hun huizen, hun kantoren en hun auto's. En de leuzen die werden neergekliederd waren soms nogal bloeddorstig. En ook het optreden van de jeugdige ververs was in Jakarta niet altijd even correct, zullen we maar zeggen. En dit heeft de stemming onder de Nederlanders uiteraard nogal gedrukt. U kunt dan ook gerust aannemen dat verschillenden die nog aarzelden over een langer verblijf in deze gordel van smaragd, door de jongste baldadigheden tot het besluit zijn gebracht om toch maar naar Nederland terug te keren. Moet je kijken wat dat tuig gedaan heeft. Het is bij alle Hollanders hetzelfde. Alle muren, René. En het personeel heeft niks gemerkt. Het is bij jullie erger dan bij ons. Ja?
hier hebben ze pittigere tekst op de muren gekalkt. Bij ons staat alleen maar Hollanders weg. Onze nieuwe auto zit ook onder. En waarom? Omdat ze in Den Haag dom en kortzichtig zijn. Straks snijdt dat tuig ons de keel nog af. Misschien moeten we naar Nederland teruggaan. Jij bent Indonesisch. Ja. En ik laat me niet wegsturen. Jan heeft zijn werk hier. Wij blijven. Ze zeggen dat er op Java Hollanders gemolesteerd zijn. Ik ben bang, René. Maar Jan zegt dat ik het niet mag laten merken. Dat de communisten dit doen om ons bang te maken. En dat we ze niet het genoegen moeten doen. Dat ze niet mogen zien dat wij blank ons laten intimideren. Man, dat weten ze toch al lang. Ze hebben ons toch gezien toen we in de kampen zaten. Wat moeten we doen? Ik weet het niet, Riti. Ik weet het niet. Ja, tot mijn spijt kan ik niet zeggen eigenlijk dat de relaties eigenlijk tot op het huidige ogenblik tussen Indonesië en Nederland aan het verbeteren is. Maar Indonesië is vastbesloten om een uitweg te zoeken uit deze impasse. Omdat zij denkt dat de relaties eigenlijk na de soevereiniteitsoverdracht, de relaties eigenlijk van vis nog vlees, eigenlijk voor Indonesië erg nadelig is. En daarom willen wij graag dat waar volgens ons West-Irian eigenlijk de enige obstakel is voor Indonesië om tot een normalisatie te komen, willen wij graag hebben dat Nederland ook ernstig overweegt om in dit probleem ook een oplossing te zoeken. Op dit ogenblik zijn de emoties in Indonesië zo verhit dat het van buiten lijkt alsof het leven van de Nederlanders in gevaar verkeren. Maar mijn prime minister heeft al een statement gegeven dat de Indonesische regering alles doet eigenlijk om het individueel welzijn van de Nederlanders in Indonesië te beschermen. Tijdens deze actie tegen alles wat Nederlands was, verliet de Electron als laatste KLM-vliegtuig Jakarta. Bij zijn terugkomst op 8 december op Schiphol vertelde gezagvoerder Crowell hoe alles gegaan was. Ongeveer tegen 12 was door onze Europese krachten die op Kemayoran werken, met vereende moeite de ongeveer 2000 Engelse ponden bagage in de ruimen gestopt. En het is geen kleinigheid om dat in de tropenzon te doen. Toen plotseling een jeep van het militaire commando arriveerde, waar een commanderend officier uitstapte die mij zeer vriendelijk mededeelde dat hij erg gelukkig was mij, zij het met enige vertraging, vergunning te kunnen verlenen om te vertrekken met de bemanning en het vliegtuig. En mij vriendelijk de hand schudde. Goed luisterend, miste ik eigenlijk het woord passagiers erin. En ik vroeg hem dus, what about the passengers? Dit hele gesprek ging namelijk in het Engels, omdat Hollands ook taboe was op die ochtend. En hij lachte mij weer zeer vriendelijk toe en zei, sorry, no passengers. Ik wou dat we iets konden doen. Ja. Ze zullen René en Ruud niet gauw iets doen. Ze hebben de Indonesische nationaliteit. Hebben de Joden ook gezegd in 1940. Dat is geen vergelijking. Dat is het wel. Sukarno gebruikte Nederlanders om de aandacht af te leiden van zijn eigen binnenlandse problemen. Precies zoals in Europa eeuwenlang met de Joden hebben gedaan. Dreig je de macht te verliezen, start dan een hetze tegen een kleine bevolkingsgroep. Op Sumatra zal het zo'n vaart niet lopen. Ze moeten de logeerkamer maar vast in orde maken. Ze hadden weg moeten gaan. Dat is wij. Ja. Ik wou dat ik iets kon doen. Meneer de voorzitter. De ernstige ontwikkelingen welke zich in Indonesië hebben voorgedaan sedert de minister-president op 3 december jongsleden een verklaring in de Tweede Kamer heeft afgelegd over de gebeurtenissen aldaar, nopen de regering de Kamer wederom op de hoogte te stellen van de behandeling welke de Nederlanders en de Nederlandse belangen in Indonesië ondervinden en van de maatregelen welke de Nederlandse regering in verband daarmede heeft genomen. De regering moet tot haar diep leedwezen constateren dat de situatie in Indonesië de laatste 3 weken in ernstige mate is verslechterd. De ten gevolge daarvan ontstaande toestand heeft 2 aspecten. Te weten de sfeer waarin de Nederlanders in Indonesië zich op het ogenblik bevinden en de uitzichten voor de Nederlandse bedrijven in de Republiek.
Lukt het? Als deze koffer vol is, ben ik hier klaar. Dan moet ik alleen nog pakken voor Gerda en Wim Heiligers. Het spijt me dat het zo gaat. Ik ben blij dat ze allemaal veilig zijn weggekomen. En dat ik hun spullen in mag pakken. Dan hebben ze tenminste iets om mee te beginnen als ze in Holland komen. Zal ik helpen? Nee, het hoeft niet. Ik wil graag helpen. Ik wil het niet. U moet niet boos zijn. Het is de ontwikkeling van de geschiedenis. Het is onvermijdelijk dat de Hollanders weg moeten. In het licht van ons onafhankelijkheidsstreven. Ach, hou op. Je weet dat het onzin is. Mooi praat, propaganda. Het is beter dat de Hollanders gaan. Voor hun eigen veiligheid. En wie bedreigt die veiligheid? Dezelfde mensen die zeggen dat ze de Hollanders beschermen. Zo is het lot. Ja, ben je er gelukkig mee? Ja. Ik niet. Niet met de manier waarop. Ze hebben hun best gedaan en jullie zetten ze bij het vuil. Dat is niet eerlijk. Nee. Maar het was ook niet eerlijk dat de Hollanders 300 jaar lang dit land hebben legeroofd en de bevolking uitgebuit. Oh, en dus is het uur van de wraak aangebroken, is dat het? We willen vrij zijn, ons land voor onszelf hebben. Ja, zodat de bevolking door zijn eigen landgenoten uitgebuit kan worden. Wij buiten niemand uit. Toen de Merdeka kwam, waren de arbeiders arm en nu hebben ze het niet veel beter. Omdat de bedrijven in handen van de Hollanders bleven. Ze zullen het beter krijgen na de nationalisaties. Misschien niet meteen morgen, maar gauw. Idealist. Mohammed? Mm-hmm. Ruud en ik hebben vannacht een lang gesprek gehad. U gaat ook naar Nederland? Ja. Het spijt me. Ons ook. Maar we kunnen niet blijven naar wat er gebeurd is. Ik kan niet leven in een land dat mensen wegstuurt. Maar het is ook uw land. Nee. Ik dacht dat dit mijn land was. Ik heb me vergist. Mijn land is er een waar alle volken elkaar respecteren en in harmonie met elkaar leven. In dit land leven de mensen niet samen. Alle volken leven apart en de Javanen regeren over alle. Dat is niet waar. Nou, het begint de waarheid te worden. Maar het is niet mijn waarheid. Waar gaat u naartoe? Voorlopig naar Holland. Ruud wil naar Zuid-Afrika of Rhodesië, maar ik weet het niet. Ik geloof niet dat ik in een land zou kunnen leven waar rassenscheiding bestaat. Dat is meer iets voor Jan en Riti. Over een paar jaar, als dit land zichzelf heeft gevonden, misschien dat u dan terug kunt komen? Nee, als we gaan, gaan we voorgoed. Ik wil mezelf niet kwellen met een verlangen naar een onbereikbaar land. Ik zou niet kunnen leven. In Holland zult u ook niet gelukkig zijn. Uw hart is bij Indonesië. Op dit moment is mijn hart nergens. Misschien later. Tijdens een verlof? Nooit. Ik wil geen toerist spelen op de plekken waar ik gewoond heb. Voor eeuwig? Ja, we gaan voor eeuwig. Eén dag na de aankomst van de Sibajak in Rotterdam, luisteraars, beleeft Amsterdam het binnenvaren van het Engelse schip, de Captain Cook, dat door de Nederlandse regering gecharterd is voor het vervoer van repatrianten uit Indonesië. 950 vrouwen, mannen en kinderen ontwaakten vanmorgen aan de Java-kade in Amsterdam, waar dit witgeschilderde, omgebouwde troepenschip ligplaats had gekozen. Het was een kille vrieslucht die het schip omringde. Maar vele Indische Nederlanders, die ons land nog nooit hebben gezien, trotseerden deze kou om vanaf het promenadedek Haar Majesteit de Koningin toe te wuiven. De koningin die aanwezig was om haar landgenoten te verwelkomen. En je kon op het schip een speld horen vallen toen onze vorstin zich via de scheepsradio tot haar landgenoten richtte. Nee, 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 je doet het niet goed. Je scheelt ze veel te dik. Maakt dat nou uit? Nou, je moet leren zuinig te zijn. Aardappels zijn duur. Kijk, zo moet je het doen. Knap hoor. En hoeveel scheelt dat nou per maaltijd? Toch gauw het gewicht van één aardappel. Tjong. Ik maak nog wel een goede huisvrouw van je. Oh, doe geen moeite. Toen de oorlog afgelopen was, was ik een goede huisvrouw. Eén van de redenen waarom ik niet wist hoe gauw ik naar Indië terug moest. En dat ik hier ben, wil niet zeggen dat ik die strijd opgegeven heb. Ik wil geen Hollandse huisvrouw zijn en ik zal het ook nooit worden. Ik ga een baan zoeken. Waarom? Ruud heeft toch werk gevonden? Ik wil niet de hele dag op de flat zitten. Er is meer in het leven dan witte was en glanzend koper. En het kan nu Paaltje naar school is. Went hij al? Ja, dat gaat gauw met kinderen. En jij? Wel.
Mis je het erg? Nou, probeer er niet aan te denken. Ja, had ik ook in het begin. En nu? Oh, Indië is een fotoalbum dat ik op een regenachtige zondagmiddag opensla. Ik mis het zoals ik vader en moeder mis. Hm. Ik word weer moedig van de herinnering, maar het is pijnloos. Het is wel ons vaderland. Nee, nee, nee. Nederland is ons vaderland. Indië was ons in leen gegeven. Ik heb in Indië hetzelfde gevoel als wanneer ik een boek terugbreng naar de bibliotheek. Het was mooi, maar niet van mij. Je wilde niet dat het van jou werd. En jij wilde het in 49 wel. En daar zitten we nou. Aardappels te schillen. In Den Haag. U heeft geluisterd naar Merdeka, een hoorspel van Mark Lohman. Rolverdeling: Els Jansen Daum, Maria Lindes. Hans Jansen, Mark Kroone. René van Wijk Daum, Annelies van der Bie. Ruud van Wijk, Rob Fruithof. Theo Daum, Paul van der Lek. Sarina, Wieteke van Dort. Mohammed, Pim Vosmaer. Corso, Koen Pronk. Wim Heiligers, Ad Hoeymans. Gerda Heiligers, Trudy Libosan. Jan Evers, Jan Wechter. Riti Evers, Joke Rijtsma Hagelen. Techniek, Beer Gertenbach en Ferry van Nimwegen. Regie, Marlies Cordia. Deze productie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Dit was het laatste deel van een serie hoorspelen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Republiek Indonesië. U kunt, wanneer u dat wilt, een brochure aanvragen die door de TROS is samengesteld ter begeleiding van deze serie. U moet dan een briefkaart met naam, adres en postcode sturen naar TROS Radio Hoorspelen, postbus 450 1200 AL in Hilversum. U krijgt de brochure dan kosteloos toegestuurd. En hiermee eindigt de TROS-uitzending via Radio 4... Zo dadelijk is de TROS weer via de zenders Radio 1 en 2 met ons nachtprogramma Nachtwacht. Namens bestuur, directie en medewerkers van de TROS wens ik u een goede kerst.